Witte voeten zijn ervoor bedoeld om te kijken waar mensen onnodig dingen open laten staan en daarmee een risico vormen voor inbraak. We hebben nogal wat inbraken en hadden minder geluk dan de voorgaande jaren, maar iedere inbraak is er een te veel. En met deze witte voetjes die we neerleggen op plekken waarvan wij zien dat een gelegenheid gegeven wordt tot het plegen van de inbraak, probeer je mensen attent te maken op het feit dat ze gewoon goed moeten opletten. Kijk hoe ver ik kan komen. Een open achtertuintoegang aan een donker pleintje met waardevolle scooters voor het grijpen in de tuin. De mensen zijn wel in huis. Wat is er aan de hand? Wij zijn een rond op maken om te kijken waar plekken zijn die inbraak gevoelig zijn. Oh, oké, dan mag. Ik dacht, laat ik eens even kijken, die deur open, is nu al open. Ja, klopt. En als, die s'nachts valt er dicht, op slot. Als hij niet binnenkijkt, dan denk ik, verdorie, dat staat er ontzettend mooi mannetje. We zitten hier in Hattem. Ik heb eens even gegoogeld. Er zijn de afgelopen 3 maanden 13 inbraken geweest, waarvan 2 kunnen voorkomen. Hoe zijn de cijfers ten opzichte van de veilig uit de regio, politieregio Noordoost-Veluwe? Als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen jaren, dan springen wij er hier relatief goed uit. We zijn wel kwetsbaar natuurlijk, ook vanwege de ligging bij een aantal snelwegen. Maar we doen het op zich goed als Noord-Veluwe. Maar zeker als je dat vergelijkt in landenperspectief, je ziet dat we een flinke stijging hadden tot 2011, 2012. Daarna is het langzamerhand weer een beetje naar beneden aan het gaan. En het heeft ook te maken met het feit, denk ik, dat mensen ervoor zorgen via WhatsApp-groepen, via beter hangen sluitwerk, dat dieven geen kans krijgen. Een mooie fiets op een donker pleintje. Met sleutelbos in het slot, waaraan ook een huissleutel zit. We hebben net een rondje door een woonwijk gemaakt hier in Hattem. We zijn toch nog wel kleine zaken tegengekomen. Ja, ik moet zeggen, in vergelijking met vorig jaar lijk ik een soort verbetering te bespeuren. Maar het is toch nog een paar keer voorgekomen dat we situaties vinden waarin je zegt dat zou beter kunnen. Dus je hebt zelf net meegemaakt, er staat zomaar een fiets. Buiten het hek, achter het huis, gewoon in een steeg, met een fietssleutel erin, met een huissleutel eraan. Als dat in verkeerde handen valt, dan kun je een scenario erbij verzinnen. Maar ook enkele woningen waar je gewoon via de achterdeur gewoon de tuin in kan lopen. En waar je toch bijzondere zaken tegenkomt. Dus het was de moeite waard. Ik zag u op papier witte voetjes uitreiken. Waar staat er precies op? Ja, witte voetjes is eigenlijk, we willen eigenlijk in dit geval de burgemeester en de wijkagent gaan op pad. En we gaan eigenlijk een beetje op inbrekerspad. En dat witte voetje is eigenlijk een soort symbolische weergave van dit is nu een wit voetje als waarschuwing of als reclamemiddel. Als flyer om mensen in beweging te krijgen, om bewustwording te creëren. Maar eigenlijk is het van dit had de afdruk van een inbreker of van een dief kunnen zijn. En je had ook gedupeerd kunnen worden door de nalatigheid die de mensen dan erop nahouden. Precies. Die nalatigheid is natuurlijk, het sluipt er natuurlijk heel snel in. Men sluit geen deuren enzovoort enzovoort. Wat adviseert u nou de mensen? Vooral gezond verstand gebruiken. Alleen, we zitten tegenwoordig wel in een tijd dat je het niet meer kan maken, om voor in de tuin aan het werk te zijn en de achterdeur open te hebben staan. Je moet gewoon met elkaar even scherp blijven op wat er gebeurt. En wat de burgemeester net ook al vertelde, cijfermatig doet Hattem het zeker niet verkeerd. En we zijn een hele veilige gemeente, gelukkig nog steeds. Maar de teller staat op dit moment, ik heb vanavond nog even nagekeken. We staan op 25 woninginbraken dit jaar, dus dit kalenderjaar. En kunnen we over cijfers zeggen, dat is goed. En, het is minder dan vorig jaar, maar je hoeft maar één keer met een aangever geconfronteerd te worden met het verdriet wat er dan is als er zaken worden ontvreemd. Er zijn soms erfstukken die van generatie op generatie worden doorgegeven, die worden ontvreemd. En dan kun je geen prijskaartje tegen hangen. En ook het gevoel van onveiligheid wat het oplevert, omdat iemand anders in jouw woning is geweest, dat is gewoon niet te verkopen. Dan is elke inbraak is er één te veel. Nee, precies. Een heel donkere hoek met bewegingsdetectielamp die het helaas niet doet. U had het net over de WhatsApp-groep. Zijn er al veel WhatsApp-groepen hier in Hattem? Ja, een aantal. Het aantal weet ik niet precies, maar het is toch een aantal WhatsApp-groepen. Je ziet ze ook groeien.
En dat betekent dat mensen elkaar een WhatsApp-nummer geven. En als iemand iets ziet van, nou, dit is niet pluis, dan wordt de hele WhatsApp-groep wordt gewaarschuwd. En dan gaan er ook hele mooie neveneffecten vanuit. Gewoon het feit dat mensen zorg voor elkaar dragen, elkaar een beetje in de gaten houden. Het gaat niet alleen om de inbraak natuurlijk, maar ook om de vraag van, goh, die gordijnen zitten dan de hele dag dicht. Het gaat er wel goed daar. Een vastgemaakte ladder in een donkere steeg, maar een beetje goede schaak doet hier wonderen. Een open tuin en schuurdeur, ook hier was het pikdonker. U heeft voor 2 jaar geleden ook een rondje gelopen door een woonwijk. Kunt u ook de verschillen aangeven ten opzichte van toen en nu? Ja, het is nog steeds een soort van koud kunstje, te meer vanwege de temperaturen. Maar het is nog wel een vrij koud kunstje om bij mensen op het terrein te komen zonder dat je daarin belemmerd wordt. Maar het wordt moeilijker, dat merk ik wel. 2 jaar geleden kon je ze bij overvloed vinden. En nu vinden we ze nog steeds, die zwakke plekken in de bebouwing. Maar ja, we moeten er al wat meer naar zoeken. Dus ik denk dat er toch een bewustwording op gang gebracht is.